Hallo CryptoCoiners, het is donderdag 13 april 2023, Shanghai-tijd. Daar komen we zo meteen op terug. Dit is de CryptoCoiners podcast, aflevering 305, de laatste van deze week. Hartelijk welkom, leuk dat je er weer bij bent. Shanghai, Ether. Vandaag is er een update geweest, of een upgrade geweest eigenlijk, van het Ethereum-netwerk. Er zijn twee belangrijke updates. Eén daarvan is de zogenaamde Shanghai-update. En die heeft ervoor gezorgd dat er opeens zomaar heel veel Ether vrijkomt. Hoe gaat de markt daarop reageren? Dat is de grote vraag op het ogenblik. Daar hebben we het straks even over als we de charts erbij pakken. We kijken ook even naar een Ether-chart natuurlijk. Wat het rapportcijfer betreft, het is een 6. Dat is niet slecht, want gisteren was het een 5, nu is het een 6. Het is allemaal wat tot bedaren gekomen. We zien niet meer van die enorme grote knallen naar boven en naar beneden op dit ogenblik. Laten we hopen dat dat nog een paar dagen zo blijft. Ik weet het niet, want morgen staat er ook wel weer wat spannends te gebeuren. Dat ongetwijfeld impact gaat hebben op de cryptomarkten. Dat allemaal zo meteen. Eerst even wat nieuws zoals je dat van ons gewend bent. Allereerst gisteravond hebben we het CryptoCoiners Café gedaan. Het was super druk en heel gezellig. Ik geloof dat we op een gegeven moment zelfs met bijna 280 mensen bij elkaar waren. En ik heb twee trades gedaan. Eigenlijk één. Eén heb ik afgemaakt. Dat was een paar minuten. Die begon ik vlak voordat het café openging. En ik volgens mij, toen het café nog niet eens open was, was hij alweer afgesloten. Dat was een trade van 3 of 4 minuten, ging niet echt ergens over. Maar de tweede trade werd heel leuk. Dat was een Alpine versus de Bitcoin trade. En we kwamen eindelijk eens een keertje in een klassieke CryptoCoiners yo-yo trade terecht. En ik heb gelukkig heel veel kunnen uitleggen tijdens het CryptoCoiners Café. Helaas, dat is een van de kenmerken van yo-yo trades, duurde de trade veel langer dan dat het café open was. Het duurde zelfs zo lang dat ik al, zoals ik in het café aankondigde, uiteindelijk een simpele OCO heb gezet. Een one cancels the other order, om er gewoon op een gegeven moment maar vanaf te zijn. En helaas heb ik hem niet kunnen volgen. Ik kan je verzekeren, dat kun je zelf meekijken als je de charts erbij zou pakken. Dat als ik dat wel had kunnen doen, was dit een buitengewoon succesvolle trade geweest. Met een hoop trailing. In plaats daarvan, omdat het een OCO'tje werd, ben ik er op een gegeven moment uitgegaan met een minimaal verlies. Maar nogmaals, tijd was hier de vijand. Niet de chart en zeker niet de strategie. Leuk om dat natuurlijk weer een keer bevestigd te zien. En als je dit gemist hebt, kijk dan even naar de bijeenkomst, hij staat nog online, van het CryptoCoiners Café van gisteravond. Je kunt die zien door even naar www.cryptocoiners.nl/café te gaan. We zijn nog niet klaar met de livestreams voor deze week, want vanavond is Kevan aan de beurt. Die gaat vanavond om 7:30 weer aan de slag in het CryptoCoiners Clubhuis, www.cryptocoiners.nl/clubhuis. Ook daar ben je natuurlijk even van harte welkom. Het is wat meer gericht op de gevorderde trader. Maar opnieuw, er is natuurlijk ook meer dan genoeg ruimte voor vragen die misschien niet zo gevorderd zijn. En het is ook daar altijd supergezellig. Dus daar ben je vanavond hartelijk welkom. Of je kunt kijken naar live trades op onze Discord server. De www.cryptocoiners.nl/samentraden Discord server. En we pikken er altijd even iemand uit die zich heeft voorgesteld. Dat is deze keer Jan Willem, Jan Willem H. En die schreef een heel uitgebreid en heel leuk en interessant verhaal. Dat ik gewoon even ga voorlezen. Hallo, ik ben Jan Willem en ik woon in het midden van het land, regio 033. Sinds ongeveer eind jaren 90 begonnen met de toen opkomende online handels- en beleggingsplatformen. En ik heb de opvolgende dotcom-bubbel behoorlijk intensief meegemaakt met alle gevolgen van dien. Ik denk dat Jan Willem ook met World Online bezig is geweest in de tijd. Ik deed maar wat, zegt Jan Willem, zonder kennis of plan, dus dat was geen succes. Sindsdien met tussenpozen wat gerommeld en gepoogd om tradekennis te krijgen, maar het meeste wat ik kon vinden was een hoop herrie en weinig tot geen inhoud. Tot 2020, toen ik echt bij toeval een video te zien kreeg van CryptoCoiners, die hele lange trade video waarin stap voor stap een tradestrategie wordt uitgelegd, op dit ogenblik bekend als de CryptoCoiners 1 methode. Het kwartje viel toen eigenlijk en sinds 8 maart 2020, dus 2 jaar inmiddels al, ben ik lid van de CryptoCoiners Telegram groepen. Ik heb eind 2021 en begin 2022 de clinics starten met traden, zeker traden met Bitcoin en technische analyse gevolgd. En verder gebruik ik ook de CryptoCoiners Scanner. En Jan Willem zegt verder nog, ik noem mezelf nog steeds een beginnende trader, maar wel een advanced beginnende trader, omdat het allemaal vertrouwder raakt en omdat het managen van een trade steeds beter gaat, zonder dat ik hier met een bloeddruk van 200 zit. Ook trade ik niet om te moeten traden. Ik stap vaker niet in een trade, waardoor de impact van eventuele verliestrades minimaal is geworden. Hoofdzakelijk gebruik ik nog steeds de oorspronkelijke CryptoCoiners methode met een paar kleine eigen aanpassingen op de lagere, maar ook op de hogere timeframes. 1 uur, 4 uur en 1 dag. En het is mooi dat Jan Willem dit zegt, want dit laat opnieuw zien dat je de CryptoCoiners Day Trading methode ook prima kunt gebruiken voor swing trades. En, zegt Jan Willem, en dit is helemaal interessant, ik gebruik de CryptoCoiners methode ook op bijvoorbeeld de CFD- en turbomarkten, dus de absoluut niet-cryptomarkten. En dan zegt Jan Willem ook nog, op dit moment handel ik alleen in mijn vrije tijd, wat naast leuk werk en een fantastisch gezin spaarzaam is, die vrije tijd. Het plan is wel om dit in de komende jaren uit te breiden, omdat traden gewoon echt leuk is. En daarom staan ook de clinics traden in trending markten, chartpatronen en price action traden van Kevan op de doelstelling van dit jaar, maar ook om de vernieuwde CryptoCoiners methode, wat we ook wel de CryptoCoiners 2.0 methode noemen, nou eindelijk eens te gaan toepassen. En verder hoop ik op deze Discord-server nog veel op te steken van anderen en waar mogelijk ook anderen te supporten om vooral niet het bijltje erbij neer te gooien. De CryptoCoiners community is voor mij bijzonder waardevol omdat in mijn directe omgeving er weinig mensen zijn die met crypto traden en die de voordelen en de valkuilen niet begrijpen of willen begrijpen. Excuses, zegt Jan Willem nog, voor dit inmiddels wel heel lange verhaal. Jan Willem, super dat je dit geschreven hebt. Wij kennen elkaar. Ik heb jou gesproken tijdens de meetup. Die hebben we gedaan vorig jaar in Utrecht. Ik kan me dat ook nog herinneren. En leuk dat je even de tijd hebt genomen om dit verhaal op te schrijven. En wil je weten waar Jan Willem uithangt als het om online gaat? Dat is dus onze Discord-server www.cryptocoiners.nl/samentraden. Tot zover intern, extern aanstaande, nee niet aanstaande, vandaag, vanochtend eigenlijk, is de Shanghai-update uitgevoerd, de Ethereum Shanghai-update. En als gevolg daarvan zijn er ongeveer, iets minder dan dat, maar ongeveer 150.000 Ethers apart gezet. En een gedeelte ervan is al vrijgekomen, het grootste gedeelte ervan moet nog vrijkomen. En dit gaat dus wat impact hebben op de prijs van Ether, daar kun je op wachten. Laten we eerst eens even kijken wat er op dit ogenblik aan de hand is. En als je meekijkt op YouTube, dan zie je nu een chart in beeld, namelijk de Ether versus de dollar chart. Die laten we niet altijd zien, dit is trouwens de urenchart. Maar we kijken nu terug op deze bewuste chart naar ongeveer anderhalve week. De afgelopen dinsdag, of vorige week dinsdag, nee maandag, 3 april, zagen we hoe dit zich allemaal heeft ontwikkeld. Nogmaals, dit is een urenchart. En je ziet dat we vanaf maandag 3 april in een bullish trend terecht zijn gekomen. Die duurde 2 dagen, tot ongeveer woensdag, met steeds hogere pieken en hogere dalen. Daarna ging het even bergafwaarts. Je ziet hier die gele MA20-lijn en die oranje MA50-lijn ook lopen. Die kun je eigenlijk negeren. We zouden ze kunnen uitzetten, maar te veel kliks. Laat maar even aanstaan. Je ziet hogere pieken en hogere dalen worden vervolgens afgewisseld door lagere pieken en lagere dalen. En dat zette eigenlijk door, een kleine opleving tussendoor, maar eigenlijk zetten we het door tot afgelopen zondagmiddag. En zondagmiddag gebeurde er iets interessants. Toen kwam er steeds meer nieuws naar buiten over de Shanghai-update. Het feit dat die update daadwerkelijk zou gaan plaatsvinden. Vandaag, donderdag de 13e. Je kunt dat uitrekenen. Het is eigenlijk een bloknummer waarop die update plaatsvond. En toen werd uitgerekend, nou dat valt waarschijnlijk zo donderdag begin van de ochtend. En je ziet dat vanaf zondag we weer in een bullish trend terecht zijn gekomen. De prijs ging met hoort en stoten, zoals het altijd gaat. Gaat altijd een zaagtand natuurlijk. Ging omhoog en landde uiteindelijk dinsdag, eergisteren om 4 uur 's ochtends, op een nieuwe high. Dat was ook de laatste high op dat ogenblik. Net zo hoog trouwens, bijna net zo hoog als de high van de week daarvoor. Daarna weer even een pullback, een kleine een pas op de plaats zou je het kunnen noemen, tot gisterochtend 4 uur en nu gaat het echt hard. De prijs schoot in één keer omhoog, de trend werd weer bullish, een kleine zijwaartse beweging vannacht in aanloop naar die update. Die is inmiddels geweest en we zien nu echt in een paar uur tijd, eigenlijk in 2 uur tijd, een prijsstijging van 4% op dit ogenblik. Dit gaat hard. Dit is de urenchart, veel volume ook. Veel mensen zijn op dit ogenblik dus Ether aan het kopen. Maar nou komt de vraag natuurlijk. Dit is een klassieke situatie van niemand weet het en niemand kan voorspellen wat er gebeurt. Je moet je voorstellen dat er ongeveer $300 miljoen aan Ether gaat vrijkomen de komende tijd. Eerst een klein beetje en de komende weken komt er nog een hele hoop bij. Dat is Ether die gesteekt is geweest. Die heeft vastgezeten een lange tijd, maar als gevolg van die upgrade naar dat Shanghai-protocol kun je nu je gesteekte Ether ophalen en gewoon op de markt zetten. Kun je verkopen, je kunt het in een andere wallet stoppen, whatever. Dat zou overigens zonde zijn, want ja, je hebt er niet voor niks gesteekt. Je kreeg een mooie vergoeding, een mooie rente tussen aanhalingstekens daarvoor terug. Maar de vraag is nu, krijgen we nu te maken, of is deze uplift die we hier zien, die snelle prijsstijging vanaf, of die, ik zou wel zeggen snel niet echt, maar die prijsstijging die we hebben gezien vanaf afgelopen maandag, is dat nou een buy the rumor, sell the news verhaal? Oftewel, mensen anticiperen op het nieuws dat daadwerkelijk allemaal is gelukt en kopen daaromheen omdat ze weten dat dan de prijs gaat stijgen totdat het nieuws daadwerkelijk een feit is geworden? Of wordt dit juist een buy the news verhaal? En eigenlijk dus niet zozeer selling the rumor, maar selling the news. Is dat datgene wat gaat gebeuren? Het is niet helemaal duidelijk. Niemand weet het op dit ogenblik. Eigenlijk vertaald in Jip-Janneke taal. Er komt nu een massa ether vrij. Dat zijn er best heel veel, 150.000 van die muntjes. Gaan mensen die vrijgekomen ether daadwerkelijk op de markt gooien? En zal als gevolg daarvan door het grote aanbod en waarschijnlijk gelijkblijvende vraag de prijs van ether gaan dalen? Of gebeurt dat eigenlijk niet? Houden mensen, ze hebben ze vrijgemaakt, dat kun je op dit ogenblik al zien. Die 150.000 ether komt dus beschikbaar en zou kunnen worden verhandeld. Gaat dat dus gebeuren? Wordt die ether verhandeld of wordt die simpelweg in andere wallets gezet? En houden mensen die ether gewoon vast? Als dat laatste gebeurt, dan zul je gaan zien dat de prijs van ether alleen maar doorstijgt. Waarom? Mensen zien hoe makkelijk het is geworden om ether weer vrij te maken. Dat de beloning voor staking best heel interessant is. Dat je niet vastzit aan risico's van omvallende stakingbedrijven of iets dergelijks. Dit gaat op een veel transparantere manier. Daar komt nog bij dat dit een hele coole update is, maar er komt nog een veel interessantere update aan. Met ook wat software-risico's, moet ik erbij zeggen. Maar die update die gaat ervoor zorgen dat de prijzen voor het versturen van ether en het bouwen van apps op het Ethereum-netwerk veel lager komen te liggen. Kortom, dit is een relatief revolutionaire update die nu is geweest, maar er komt nog een veel revolutionairdere update aan. Dat duurt alleen nog wel eventjes. Daar zouden nog wat dingen mis kunnen gaan, ook zoals Vitalik Buterin zelf ook al aangeeft. Niet helemaal zeker dat het allemaal lukt, maar omdat die update tot gevolg zou hebben dat de transactiekosten enorm laag worden van ether, veel lager dan ze nu eigenlijk zijn, maakt dat de waarde van die hele Ethereum blockchain en dus ook ether als drijver daarvan enorm hoog. En dan heb je dus de situatie dat de waarde van een ether misschien wel veel hoger ligt dan de prijs die je er nu voor betaalt. En dat betekent dus een prijsstijging. Naar mijn mening komt die prijsstijging sowieso. Misschien niet nu meteen, omdat je nogmaals te maken hebt met een groot aantal mensen die misschien hun winst willen gaan pakken. Niemand weet echt of dat gaat gebeuren. Je hoort net zoveel ja-zeggers als nee-zeggers. Maar die waarde van ether nadat die volgende update is geweest, die echt nog wel een tijdje op zich laat wachten, ligt significant hoger dan de prijs die je nu voor een ether betaalt. Op het moment dat ik dit opneem, het is wat later dan normaal, het is 1:15 net geweest. De prijs van een ether op dit ogenblik ligt bijna op de $2000, 1992 op dit ogenblik. Maar op zich is dat ook weer niet zo hoog als je kijkt waar ether al heeft gestaan. Dat kunnen we ons misschien nauwelijks meer herinneren, maar we hebben al een etherprijs meegemaakt van bijna $5000. Dus ik kwam weer een tijdje terug, dat was in 2021. Op de urenchart kun je dat niet zien, maar als we er even een dagchart van maken en we spoelen even een beetje terug, dan zie je hier op, wat was het, begin november, volgens mij woensdag de 10e november, een high, een all-time high van $4868. Nou, daar zijn we natuurlijk inmiddels niet. Als je de chart echt zo bekijkt, dan zeg je, nou, zo goed ziet het er allemaal ook niet uit. Maar ja, vergeleken met waar we natuurlijk vandaan komen, na afloop van de enorme bearish trend die hard naar beneden ging, een enorme val van de etherprijs van ongeveer, wat was het, 80% of 81%, daar zijn we natuurlijk nu alweer aardig op weg. Want zet het laagste punt dat we in juli vorig jaar hebben bereikt, maar is links op de chart, en dan zie je hoe hard het inmiddels omhoog gaat. We zitten al bijna weer op de vorige piek, serieuze piek die we hebben gezien, vorig jaar zomer, 14 augustus was dat, 2022. Daar komen we aardig in de buurt, maar het is natuurlijk nog steeds maar, tussen aanhalingstekens, $2000 voor één ether. En zoals ik zei, ik verwacht dat die prijs moet gaan stijgen. Dat kan bijna niet anders. Als die volgende update lukt, dan is dit niks. Dan is dit een schijntje vergeleken bij de prijs die je uiteindelijk voor een ether zult gaan betalen. Nog helemaal los van de waardevermindering van de dollar natuurlijk, want al het gepruts op dit ogenblik met alle banken, de waardevermindering van de dollar, het enorme, echt onoverzichtelijke geldtekort, de enorme schuld die Amerika op dit ogenblik heeft en de crash die dat kan gaan opleveren over anderhalf, 2 maanden. Die zal laten zien dat de dollar echt extreem zwak is geworden. De vlucht van heel veel crypto-beleggers naar Hongkong, wat een veel crypto-vriendelijker klimaat begint te worden dan Amerika. Dus de vlucht van heel veel dollars daar naartoe, om die nog maar niet eens te noemen, laat zien dat het allemaal niet goed gaat met die dollar. En dat dus de huidige Ether-prijs absoluut, naar mijn mening, te laag is. Dit wordt gewoon veel hoger de komende, misschien praat je over kwartalen, misschien wel jaren. Maar het is naar mijn mening iets dat je absoluut in de gaten zou willen houden. Nou, tot zover even Ether. Ik ben echt benieuwd hoe dit zich ontwikkelt de komende paar dagen. Er komt morgen overigens waarschijnlijk weer wat nieuws op de markt. Daar gaan we zo meteen wel even naar kijken als we Wall Street er even bijhalen. Dat niet zo heel positief is. Korte termijn voor crypto. En nogmaals korte termijn, want verder ziet het er eigenlijk met de fundamentele waarde van crypto prima uit. Ik heb gisteren trouwens, we gaan een beetje haktak nu, maar wat maakt het uit? Het is de laatste podcast van deze week. Ik heb gisteren in het café even wat genoemd wat mij opviel in het nieuws, in het financiële nieuws. Dat waren 2 meningen over Bitcoin. De ene mening was van Warren Buffett, die ken je natuurlijk, die topinvesteerder. En de tweede mening was van een hoge pief van JP Morgan, een grote bank. Nou, je zou verwachten dat met name banken helemaal niet zo positief zijn over crypto en over Bitcoin. Maar deze hoge pief die zei van Bitcoin en goud zijn eigenlijk de 2 logische, veilige havens waar je op dit ogenblik instapt. In plaats van in de dollar, want de dollar wordt gewoon steeds zwakker. En Warren Buffett die zei een paar uur later, crypto is het slechtste wat je kunt doen. In Bitcoin wil je vooral niet instappen, er is geen enkele onderliggende waarde. Heel opvallend om dat te lezen. Als je ook nog eens begrijpt dat Buffett er alles aan heeft gedaan om de hoeveelheid dollars op de spaarrekeningen van zijn beleggingsmaatschappij weg te halen en allemaal om te zetten in aandelen, in harde assets, zoals bijvoorbeeld goud. Maar hij blijft ver weg van Bitcoin. Maar wat ik met name interessant vond was die 2 meningen die binnen een paar uur na elkaar verschenen. De ene is extreem bullish over Bitcoin, de andere extreem bearish over Bitcoin. En eigenlijk samenvattend, het laat opnieuw zien hoe weinig je eigenlijk wilt aantrekken van de meningen die mensen geven. Je wilt echt gewoon alleen maar op de feiten concentreren en op basis daarvan je eigen mening vormen. En telkens weer daarop je eigen beslissingen nemen. Nou, dat wat Ether betreft en alvast een klein beetje Wall Street en een klein beetje Bitcoin. Nog even wat het volume in de markten betreft. Je weet dat ik doe dat eigenlijk altijd aan de hand van een trading tool. Ik gebruik daar HyperTrader voor, maar er zijn allerlei manieren om dat uit te rekenen. Als je maar zorgt dat je steeds dezelfde manier gebruikt. En ik houd eigenlijk altijd op het aantal schermen ten opzichte van het totale aantal schermen. Er zijn ongeveer 13 trading schermen op dit ogenblik. Als je een lijst opvraagt van alle tradingparen op HyperTrader, waarbij Bitcoin de basismunt is, heb je ongeveer 13 schermen vol. En van die 13 schermen is op dit ogenblik 1,5 scherm bevat tradingparen met een volume groter dan 50 Bitcoin in de laatste 24 uur. Dat is natuurlijk helemaal niks. Dat is echt super laag. Als je bedenkt dat we een half jaar geleden, of nou, laten we zeggen een jaar geleden, nog met 6 à 7 schermen zaten met een volume groter dan 100 bitcoin. Nu is het maar 50 bitcoin in de afgelopen 24 uur. En dat verklaart dus ook waarom er opeens zomaar situaties kunnen optreden. We hebben dat gisteravond in het café niet echt gezien, maar een paar mensen hadden het er wel over bij andere tradingparen. Waarbij het zomaar kan gebeuren dat de trade gewoon in elkaar zakt, omdat er gewoon geen volume meer is. Er wordt gewoon niet meer in zo'n muntpaar gehandeld, punt. En dat zag je vroeger veel minder. Nu zie je dat in slaapvallen steeds vaker. Dus het levert veel vaker bevroren prijzen op. Er gebeurt eigenlijk niet meer heel veel. Dan opeens weer een uitbraak, naar boven of naar beneden. Het maakt het gewoon super lastig om te handelen. Vandaag is eigenlijk een voorbeeld. Er komen nu wel weer wat meldingen binnen van de CryptoCoiners Scanner. Daar gaan we zo meteen nog even naar kijken. Maar de bouwmeter staat er prima bij op dit ogenblik. Alleen er is gewoon nauwelijks, of er was nauwelijks wat te handelen. Waarom? Opnieuw, er is gewoon geen volume. Nou, dat zometeen. 1,5 scherm overigens is de situatie nu. 1,5 scherm met muntparen met meer dan 50 bitcoin verhandeld de afgelopen dag. Dat is net zoveel als gisteren. Kortom, het volume is nog steeds niet heel erg optimaal. Hoe zit het dan met de prijzen op dit ogenblik, of de charts eigenlijk, de trend? van Bitcoin. Dit is de Bitcoin dagchart. De Bitcoin dagchart laat op dit ogenblik een rode candle zien voor gisteren. Dat levert 1 punt aftrek op het rapportcijfer, maar er komen er 2 punten bij zometeen als we de heatmap erbij pakken. Dus een rode candle nu, dat betekent ook dat we inderdaad de trough, of sorry, de piek van eergisteren, dinsdag de 11e, als definitieve piek kunnen zien. Maar er is een klein maartje. We zijn nog niet zichtbaar duidelijk op weg naar een nieuw dal. En ik verwacht eigenlijk dat we eerst nog een piek gaan zien die hoger ligt dan de vorige. Vandaag. En misschien morgenochtend. Maar ik denk eerder vandaag. Ik zou er echt niet raar van opkijken. Nogmaals, hier wil je geen enkele beslissing op nemen, want dit is alleen maar een verwachting. Maar lettend op de trend waar we nu in zitten, bullish. Lettend op het relatief snel verwerkte slechte economische nieuws van gisteren. Daar komen we zo meteen op terug. Ga ik ervan uit dat de piek die we hebben gezien op 11 april, $30.575, vandaag nog wordt doorbroken. Dat zou me absoluut niet verbazen. De vraag is of dat lang zo blijft, want ik verwacht dat er morgen een reactie komt, een marktreactie komt, op het nieuws dat dan naar buiten komt. En daar komen we echt zo meteen even op terug als we op Wall Street kijken. Je ziet op deze chart, deze dagchart, eigenlijk alles goed voorstaan. We hebben nog steeds een parabolic stop and reverse die onderaan loopt, oftewel die is bullish. We hebben een kleine parabolische stijging gezien. Dat betekent dat de parabolic stop and reverse indicator 100% geldig is. De prijs staat nu al 3 candles op rij. Die van vandaag rekenen we nog even niet mee. Maar die van gisteren, eergisteren en de dag ervoor. 3 dagen op rij boven de bovenste band van de Keltner Channels. Dus het bullish momentum is alleen maar stijgend. Het kan bijna niet anders dan dat de prijs dus door die 30,575 heen breekt. Klein reserve dingetje is de Unbalanced Volume Indicator. Die is sinds gisteren wat teruggelopen als gevolg van die rode candle. De prijs daalde flink en het volume steeg ook behoorlijk. Het was niet hoger dan de dagen ervoor, maar het was zeker niet laag. Dus dit was een absolute selling moment hier. Er waren een aantal handelaren even licht in paniek. Dat kwam ook door het nieuws op Wall Street. Zometeen. Dus deze chart, ik denk dat we zijn bullish, absoluut. We zijn nog niet op weg, naar mijn mening, naar een nieuw dal. Hoewel de chart eigenlijk aangeeft dat dat wel zo zou moeten zijn. Maar daarvoor is er op dit ogenblik gewoon te veel groen te zien hier. Dus ik denk dat we die 30,575 vandaag wel even gaan toppen. Vanavond weten we of ik gelijk heb gekregen of niet. Je wilt er nogmaals geen enkele beslissing op nemen. Doe je dat wel? Houd dan natuurlijk rekening als je besluit om hier een bullish trade op te doen, dus een long trade op te doen, zet dan natuurlijk altijd even een stoploss, dat je niet wordt verrast als het toch de andere kant op schiet. Hoe ziet dan de urenchart van Bitcoin eruit? Die is, interessant als je deze chart bekijkt, die is een bearish geweest. Je ziet het, dit gebeurde eigenlijk eergisteren al, s'avonds om 9 uur hebben we de laatste hoge piek gezien. Daarna werden de dalen lager en de pieken ook. Maar sinds ongeveer, wat was het, vanochtend, uur of 3, 4... is deze chart weer bullish als je naar de trend kijkt. En wat er hier gebeurde, met name hier zo rond 3 uur, 4 uur, 5 uur... en met name 5 uur gisteravond is dat duidelijk te zien. Dit is de reactie van de markt op wat er op Wall Street werd gezegd. En wat er op Wall Street werd gezegd, dat gaan we zo meteen bespreken. Maar je ziet dat de markt hier niet positief op reageerde. En dat ging in 2 etappes. De eerste etappe, het nieuws dat eerst naar buiten kwam, dat was inflatienieuws, werd in eerste instantie door de markt gezien als, oh, dat is helemaal niet zo slecht. En hop, dan ging die prijs omhoog. Maar daarna gingen journalisten dat nieuws echt interpreteren. En die zeiden, ja, zo kun je het ook zeggen, maar eigenlijk is dit het geval. En er kwam nog wat nieuws naar buiten. En dat leverde een paar candles op rij een behoorlijke daling op. We gingen eerst even vlak in de buurt van die 30,575 naar de 30.400 nog wat toe. En in een paar uur tijd zakte dat met 2,6%. Dat is veel, zelfs voor Bitcoin. In een paar uur tijd. En nu, en dat zie je altijd gebeuren, omdat de prijs van Bitcoin gekoppeld is aan de prijs van aandelen, maar verder natuurlijk toch min of meer op zichzelf staat, zie je nu alweer wat herstel optreden. We zitten nu bijna weer op het punt waar gisteren opeens dat nieuws naar buiten was gekomen. En we hebben zelfs eventjes, heel interessant, dat had ik nog niet eens gezien, in de candle van 11 uur vandaag zaten we bijna op die piek die we hier als trough hebben neergezet, of als weerstandslijn hebben neergezet, bijna op die weerstandslijn alweer. We moeten nog even hier doorheen breken, de prijs die we op dinsdag de 11e hebben gezien, s'avonds om 9 uur. $30.000, $30.575 om precies te zijn. Ik verwacht nogmaals, als ik naar deze chart kijk, het kan bijna niet anders of dat gaat gebeuren. Eén dingetje klopt niet. We hebben te maken met een bullish trend, als je kijkt naar de peaks en troughs. Maar de gele MA20-lijn, het voortschrijdende gemiddelde van de laatste 20 sluitprijzen, die staat nog onder die oranje MA50-lijn, het voortschrijdend gemiddelde van de laatste 50 sluitprijzen. Die moet daar nog wel even doorheen, net als hier bijvoorbeeld gebeurt. En daarom ben ik ook redelijk overtuigd van het feit dat we een flinke prijsstijging gaan meemaken. Want kijk, als dat gebeurt, als je dus al in een bullish trend zit. Ik kijk even terug naar zondag 9 april. Je zit al in een bullish trend. En je krijgt ook nog eens een keer zo'n cross van die MA20 door die MA50 heen naar boven. Is bijna altijd een flinke prijsstijging het gevolg. Hier eerst even een pas op de plaats, maar daar was die flinke prijsstijging. En dat zouden we hier dus weer kunnen gaan zien, zoals we dat al veel vaker hebben gezien. We zien ook duidelijke prijsbewegingen. Er is niet sprake van een pas op de plaats op dit ogenblik. Allemaal, voor mij in ieder geval, kleine signaaltjes dat we nog niet aan de top zitten op het ogenblik. Kijk ook naar het volume. Dat neemt globaal gezien natuurlijk wel af, als je kijkt sinds afgelopen maandag. Maar dit is inherent aan het volume in de markt op dit ogenblik. Maar de prijsstijgingen die we de afgelopen paar uur hebben gezien, die gaan ook vergezeld van toenemend volume. Dus dit is geen bull trap of iets dergelijks. Globaal gezien denk ik wel dat we te maken hebben met een bull trap, of te maken zouden kunnen hebben met een bull trap. Daar hebben we het volgende week wel even over. Als we de weekchart erbij pakken, en ik heb dit ook al een keer ergens eerder deze week losgelaten. Het is ook super wat er op dit allemaal gebeurt. Als je wat langer in Bitcoin zit en je bent gewend om onder water te staan, dan zal je omdat je hebt gekocht voor een prijs die veel hoger is dan de prijzen die we nu zien, dan word je natuurlijk blij van. Je denkt bij jezelf van, hé, misschien kom ik op een gegeven moment toch uit deze verliezen en heb ik toch een rendement te pakken wat ergens over gaat. Maar hoe leuk het ook is hoe die prijzen zich op dit ogenblik ontwikkelen, de situatie in de wereld is er natuurlijk echt niet beter op geworden. En zometeen als we Wall Street erbij pakken, zullen we zien dat wat er nu zit aan te komen op financieel gebied ook niet echt heel hoopvol maakt. Dus je wilt hoe dan ook altijd rekening blijven houden, nu nog, met flinke dalingen. Die kunnen echt gaan optreden. Het hoeft niet morgen te gebeuren of overmorgen, maar structurele daling. Ik praat niet over wat pullbacks of wat correcties of zo. Nee, structurele dalingen zijn gewoon nog steeds een optie. Er is trouwens een twitteraar, zijn pseudoniem is Capo, misschien ken je hem wel. Die is een van de betere crypto-analisten overigens. Die was er zo ontzettend van overtuigd dat we nog een bitcoinprijs zouden zien van $14.000. In plaats daarvan knalpen dingen opeens naar $30.000. Dat hij nu zoiets heeft van, ja, ik schrijf eigenlijk maar niks meer. Ik zit er echt een beetje doorheen. Ik weet eigenlijk niet precies wat ik nu nog moet gaan melden, want ja, ik heb het toch steeds fout. Het is natuurlijk absoluut onzin. Capo is geconfronteerd met een macromarkt, invloeden van buitenaf, waar niemand op had kunnen rekenen. Maar Capo is geconfronteerd met de effecten van een Operation Choke Point 2. Als je afvraagt waar gaat dat nou weer over, dan wil je absoluut de podcast terugluisteren van 28 april, vorige week dinsdag, of 28 april. Wat was het, 8 april? Vorige week dinsdag, 28 maart, sorry, 2 weken geleden alweer. Operation Choke Point heb ik daar uitgebreid in beschreven. Wat Amerikaanse toezichthouders allemaal doen om te zorgen dat crypto zo ontoegankelijk mogelijk wordt voor niet alleen de Amerikaanse burger, maar ook Amerikaanse bedrijven. Het probleem is een beetje, hoewel Capo zich daarin verslikt, want het heeft natuurlijk absoluut impact gehad op prijsontwikkelingen, waar Capo zich in verslikt is, dat je zou kunnen denken van, nu Amerika het zo moeilijk maakt om voor Amerikaanse burgers om aan crypto te komen, nu het voor Amerikaanse bedrijven zo moeilijk wordt om een bankrekening te krijgen als ze zich met crypto bezighouden, dan zie je niet dat die bedrijven andere dingen gaan doen. Nee, je ziet dat die bedrijven vluchten naar andere landen. En in Hongkong is men daar heel goed op ingesprongen. Het is nu voor Amerikaanse bedrijven en eigenlijk voor wereldwijd bedrijven heel makkelijk geworden om in Hongkong gewoon een bankrekening te openen, ook als je fanatiek met crypto aan de slag gaat. Het is een extreem crypto-mild klimaat. Ik praat niet over China, ik praat specifiek over Hongkong. En dat hadden volgens mij die Amerikaanse toezichthouders niet verwacht. Die merken nu dat er gewoon een vlucht begint plaats te vinden, een kapitaalvlucht, nu nog klein, maar je zult zien dat die steeds groter wordt, van bedrijven die zeggen, nou, als we in Amerika niet kunnen bankieren, dan doen we het wel in Hongkong, maakt het ons uit. En dat levert natuurlijk meteen weer zo'n push op als het gaat om de prijsontwikkeling van crypto. En daar heeft het pseudoniem Capo zich misschien een klein beetje in verslikt, maar ik zou die man absoluut blijven volgen, want man of vrouw, want hij of zij geeft extreem waardevolle informatie. Ik volg trouwens die bewuste persoon ook op Twitter. Als je wilt weten wat nog meer interessante partijen zijn om op Twitter te volgen, misschien dat het zinvol is om ons te volgen op Twitter. Het CryptoCoiners account op Twitter is www.cryptocoiners.nl/Twitter. Misschien dat je daar nog ideeën uit kunt halen van partijen die interessant zijn om in de gaten te houden. Dan goud, eventjes nog. Nou, goud was bullish, goud is nog steeds bullish. Hogere pieken, hogere dalen. We hebben de laatste piek van, wat was het, vorige week woensdag? Ja, die was $2031. Nog net niet overschreden. Nee, 2028. We zitten er $3 onder. Dat kan ook niet meer al te lang duren natuurlijk. En we zijn gewoon nog steeds op weg. Heel officieel, want kijk maar naar de trend. Die is gewoon heel erg bullish. We zijn onderweg naar het record. De recordprijs van goud die we voor de laatste keer hebben gezien. Voor de laatste keer trouwens in maart vorig jaar. En voor het eerst hebben we gezien in augustus 2020. Inmiddels alweer bijna 3 jaar geleden. Dit was de periode, misschien heb je hem meegemaakt, de periode van augustus 2020 tot april 2021. Dat was de periode dat heel veel mensen zeiden, goud heeft het gewoon helemaal gehad. Je moet niet meer in goud instappen. Allemaal waardeloos geworden. En dat werd nog een keer herhaald in de periode vanaf maart vorig jaar tot best lang de herfst van vorig jaar. Toen ging goud nog wat verder onderuit. Onderuit tussen aanhalingstekens. Het ging van 2000 naar 1600. Maar toen zeiden mensen ook, oh goud, daar moet je gewoon weg van blijven. Is zwaar verouderd. Dat is natuurlijk niet zo. Goud is een hard asset. Goud is, zeker nu het met de dollar zo slecht gaat, misschien wel een van de beste manieren om ervoor te zorgen dat je vermogen op peil blijft. En zoals ook die JP Morgan man al aangaf, goud en crypto, goud en bitcoin werden met name genoemd, zijn 2 van de beste safe havens op dit ogenblik, maar goud dus ook. En je ziet het gewoon terugkomen aan de prijsontwikkeling van goud nu. Nu echt duidelijk begint te worden dat het Amerikaanse bankensysteem zwaar onder druk komt te liggen. Dat gaat doordruppelen naar Europa en waarschijnlijk ook andere landen in de wereld. Want het is echt niet voorbij met die bankencrisis. Ook al hoor je nu even niks meer. Dat kun je ook zelfs aan Warren Buffett vragen. Die gaf gisteren al aan in een verklaring dat hij ervan overtuigd is dat er nog veel meer banken gaan omvallen. Hij zegt, het hoeft niet op iedereen impact te hebben. En waarschijnlijk is je banktegoed wel veilig als je in Amerika zit. Maar er gaan absoluut nog meer banken omvallen. Nou, hoe meer banken er omvallen, des te beter dat is voor de prijs van goud en voor de prijs van bitcoin. En de verwachting dat goud door het record heen breekt, is gewoon groot. Ik zeg niet dat ik gelijk krijg. Dus je wil absoluut niet op basis van wat ik roep nu als een gek goud gaan kopen of crypto goud gaan kopen in de vorm van Paxos Gold, Pax G bijvoorbeeld. Maar het is wel interessant om te zien dat de trend gewoon een trend is. En de trend is een trend is een trend. En de prijs loopt gewoon met die trend mee naar boven toe, richting het record. Dus ik denk dat we nou, als je het zo op de chart zou bekijken, als de chart verder zich blijft ontwikkelen zoals hij nu doet, dan zijn we over een maand tijd boven de $2074. We gaan eens kijken of dat ook daadwerkelijk gebeurt. Ik ben heel benieuwd. Ik denk het wel. De Fear and Greed Index op Wall Street. Heel interessant om dit te zien. Hoe kan dit nou weer? We hadden gisteren greed, hebzucht, 60. En nu hebben we nog steeds hebzucht, greed, 63. Hier snap ik dus echt helemaal niks van. Ik snap gewoon niet hoe dit kan. Deze cijfers zijn naar mijn mening volledig misplaatst. En het komt een beetje door de factoren die worden gebruikt, de 7 indicators tussen aanhalingstekens, die worden gebruikt door CNN om deze Fear and Greed Index in elkaar te zetten. Laten we even beginnen met wat er gisteren gebeurde. Gisteren kwamen er een paar aankondigingen. Allereerst kwam daar de inflatieaankondiging, eigenlijk de consumentenprijsindex aankondiging. Hoeveel merkt Jan met de pet van de inflatie? Hoe zwaar is die? En toen kwam er een getal naar buiten. Volgens mij was het 5% of iets dergelijks. En er werd heel trots gezegd, nou, het is minder geworden. Het is beter nieuws. Het is minder geworden dan vorige maand. Nou, het is inderdaad, als je puur dat CPI-cijfer neemt en dezelfde berekening gebruikt, is het inderdaad wat minder geworden. Daar merk je natuurlijk als consument in Amerika helemaal niks van. Want het is een cijfer waar bepaalde aspecten waar elke Amerikaan elke dag mee te maken heeft, gewoon buiten beschouwing zijn gelaten. Als je de feitelijke inflatie neemt, dan is het alleen maar beroerder geworden. En dat is datgene wat journalisten meteen door hadden. Eerst kwam dat cijfer naar buiten. Hop, daar ging de prijs van aandelen omhoog. In no time, die schoten echt flink omhoog in een uur tijd. De prijs van bitcoin ging ook, zoals we net hebben gezien. Maar daarna kwamen die journalisten en die zeiden van, nou, klopt gewoon niet. Dit is niet zo. Het is wel, het kan wel kloppen dat cijfer, maar de feitelijke inflatie die mensen ervaren is veel hoger geworden. En dat leverde meteen een dip op. Maar dat was nog niet alles. Toen kwamen de gespreksnotities naar buiten van de Amerikaanse centrale bank, de Fed. En daar stond iets in. De Fed was tot haar grote verrassing, moet je nagaan wat een stel naïvelingen dat zijn daar, hadden ze ontdekt dat er een recessie zit aan te komen. Die hebben ze zelf veroorzaakt. Ze zeiden, hey, we zijn verrast en we zijn bang dat er een recessie aankomt. Ja, wij hebben dat hier, als je de CryptoCoiners podcast beluistert, als je sowieso een beetje het economische nieuws in de gaten houdt, had je dat zelf een half jaar geleden al gezien. Toen wist je bij die renteverhogingen die niets te maken hebben met de feitelijke oorzaak van de inflatie, dan wist je van ja, dit gaat tot een recessie leiden. Dit gaat tot een enorme economische krimp leiden, waar nog veel meer mensen een slachtoffer van worden dan de mensen die nu al te maken hebben met die renteverhogingen. Nou, de Fed kondigde gisteren aan dat tot hun grote verbazing en verrassing er een recessie aankomt, die waarschijnlijk niet meer te stoppen valt. En daar reageerden de markten in de laatste paar uur gisteravond, zo tussen 8 en 9 en half 10, nog eens een keer extra op. Vandaar dat we nog meer dalende aandelenprijzen hebben gezien. En dus ook de prijs van Bitcoin wat daalde. Het is niet wel heel heftig, zoals je hebt gezien, maar die verwachte stijging kwam natuurlijk niet. Want ja, als er opeens toch weer een recessie wordt aangekondigd, door in dit geval de Fed, dan heeft ook Bitcoin even wat tijd nodig om van dat nieuws te herstellen. Ik zei het al, die cijfers, die greed-cijfers die je nu ziet, die gaan echt nergens over. Ik heb al een paar dagen op rij gezegd dat de meeste, zeg maar de druk die je op dit ogenblik ziet, als je kijkt naar de verhouding tussen aandelen en obligaties, waarbij op dit ogenblik wordt gezegd, nou, aandelen doen het beter dan obligaties nu. Dat is niet helemaal waar. Een paar aandelen doen het extreem goed. Apple, Microsoft, Nvidia, die hebben hoog gescoord de afgelopen paar maanden, zeg maar van januari tot en met maart. Maar de rest van de aandelen heeft helemaal niet goed gescoord van januari tot en met maart in het eerste kwartaal. Dus alleen die indicator is al niet correct. En daar komt nog eens bij dat er nu informatie komt, dat, en dat gaat met name over korte termijn informatie, dat consumenten in Amerika langzaam maar zeker het geld raakt op. Ze hebben gewoon nauwelijks meer geld beschikbaar. Ze zitten aan de top als het gaat van hun leencapaciteit. Met name ook omdat die rentes nu natuurlijk zo zijn gestegen. Dat is één. Belangrijk is nog dat het aantal banen begint terug te lopen. Dat de bedrijfsactiviteiten in Amerika zwaar beginnen terug te lopen. Dat bedrijfssectoren waar erg veel geld wordt geleend, dus wordt geïnvesteerd, dat die het extreem zwaar hebben. En dat die dus langzaam maar zeker hun activiteiten echt terugschroeven. En het wordt lastiger om je huis te houden in Amerika of om een huis te kopen. Het kan voor heel veel Amerikanen gewoon niet meer uit. En dat is een signaal dat nu op de korte termijn gewoon zichtbaar wordt. Het zijn min of meer objectieve cijfers. Maar er komt ook nog eens bij dat er morgen een banenrapport naar buiten komt. Dat is het officiële cijfer trouwens, het banencijfer, dat komt elke maand. En als dat cijfer teleurstellend is, dan kan het morgen heel hard gaan. Dat is iets, en het klinkt heel dramatisch. En we weten inmiddels, als we in de cryptowereld zitten, ach, het levert dan een dip op, maar dat herstelt snel weer. Maar daar wil je gewoon rekening mee houden. Kijk, als er morgen een neutraal banencijfer wordt gerapporteerd, of een licht stijgend banencijfer, het zou me verbazen, maar stel dat dat gebeurt, ja, dan zul je niet veel merken, hooguit even een piek. Maar als het banencijfer morgen echt teleurstellend laag is geworden, dan zul je waarschijnlijk ook in de prijzen van crypto en bitcoin een rode dag beleven. Beter maar even om rekening mee te houden. En je weet het, crypto mensen hebben een relatief kort termijngeheugen. Over een paar dagen is iedereen dat weer vergeten. Als er morgen zo'n prijsdip komt, is die zondag waarschijnlijk alweer hersteld. Je weet hoe dat gaat. Maar als die komt, zorg dat je je voorbereidt. Zorg dat je desnoods wat shortposities neemt, zodat je er zelfs van profiteert. Je verkoopt je favoriete munten en je koopt ze voor een lagere prijs terug. Bijvoorbeeld aanstaande zondag, als je dan ziet dat de markt oversold begint te raken. Maar het is iets waar je rekening mee wilt houden. Ik verwacht dat we morgen, als die banencijfers negatief zijn, wat gaan zien in de bitcoinprijs. Die gaat dan wat naar beneden. En morgen wordt naar mijn mening echt een spannende dag. Ik ben waarschijnlijk morgen niet in staat om een podcast op te nemen vanwege allerlei verplichtingen. Maar ik ga mijn uiterste best doen om, als er reden is, er toch even snel één in elkaar te zetten natuurlijk. Oké, tot zover Wall Street. Nog even de heatmap erbij. En die ziet er prima uit. Sterker nog, hij is al meer donkergroen dan die vanochtend was. Nog niet extreem donkergroen. Maar dit komt natuurlijk door een paar munten die het lekker doen op dit ogenblik. Cardano gaat echt hard. Ether gaat natuurlijk prima. Dit is de Shanghai update. Doge doet het goed. Heeft weer alles te maken met wat Elon Musk allemaal aan het doen is. Niet vergeten, het blijft gewoon één grote meme coin. Dus er zit nog steeds echt geen onderliggende waarde aan. Naar mijn mening, dit gaat duimpjes naar beneden opleveren. Naar mijn mening is beleggen in Doge gewoon pure speculatie en niets anders dan dat. Maar er zijn meer munten die donkergroen zijn en er zijn zelfs hier en daar al wat donkergroene munten te zien. Zoals bijvoorbeeld FTT. Als je denkt, FTT, waar moet hij daar nou om lachen? FTT is de munt van FTX, dat handelsplatform dat, weet je wel, is omgevallen. En die FTT-munt heeft natuurlijk echt geen waarde meer. Dit is puur prijsverhaal. Maar er kwam nieuws naar buiten dat er best nog wel heel veel geld is teruggehaald bij FTX. Dat uiteindelijk ten goede zou kunnen gaan komen aan klanten van FTX. Nou, als jij zelf een klant van FTX bent, maak je niet al te blij nog jezelf. Want normaal gesproken zijn er andere schuldeisers die voorrang krijgen. Maar het is interessant om te zien dat dan de prijs van zo'n token, zo'n munt, die natuurlijk nergens meer over gaat, gewoon meteen weer stijgt. Ik zou even goed dat puur als een tradingmunt zien, zeker niet als een beleggingsmunt, want FTX is dood, blijft dood. Dat zal naar mijn mening nooit meer echt een beurs worden, een handelsplatform worden. Dat kan niet meer, die naam is gewoon zo bezoedeld. Maar interessant om te zien dat die munt met maar liefst meer dan 10% in prijs is gestegen. Nou, dit is leuk. De groene heatmap is altijd interessant. Sommige donkergroene munt ook. Dit levert dus 2 punten voor het rapportcijfer op. Vandaar dus de 6 in plaats van de 4, omdat de dagchart van Bitcoin een rode candle heeft. Dus dat is goed nieuws. Wat zegt de scanner? Nog even tot slot. De CryptoCoiners Scanner, die halen we er nog even bij. Er komen wel wat meldingen, zoals je ziet, maar het zijn er gewoon niet zo heel erg veel. Het lijkt heel veel nu, maar geloof me, het zijn er echt veel minder dan je zou verwachten. Als je normaal gesproken kijkt op dit tijdstip van de dag, met name op een donderdag. Wat zegt de barometer? Nou, die is natuurlijk heel interessant om te bekijken. De gemiddelde prijs van altcoins uitgedrukt in Bitcoin. Moet je eens kijken. Dit ziet er prima uit. 1,7% zijn alle altcoins duurder geworden ten opzichte van gisteren. Als je ze met Bitcoin moet betalen. En sinds 4 uur geleden 1% en sinds 1 uur geleden 0,1%. Dit is een barometer zoals je hem graag wilt zien. Als je de klassieke CryptoCoiners Day Trading strategie gebruikt, kun je prima traden. Er is maar één dingetje waar je rekening mee wilt houden. Je weet het, volume, volume, volume. Dus houd er rekening mee, laat je niet gek maken. Ook al heb je relatief zelf weinig tradingvolume, omdat je met relatief weinig handelt. Je kunt te maken krijgen met trades die opeens zomaar in slaap vallen, omdat het volume zo opeens maar terugloopt. En morgen wil je heel erg uitkijken. Als morgen dat banencijfer naar buiten komt, ik weet uit mijn hoofd even niet precies hoe laat dat is. Er is vast wel iemand die dat even in de YouTube comments erbij zet. Van dan en dan is het banencijfer beschikbaar. Alvast bedankt ervoor als je dat doet. Houd dan goed in de gaten dat je niet in hele complexe trades zit. Want je kunt gewoon worden verrast door dips die niet rationeel zijn, maar die wel optreden. Nou, daar wil je dan als trader natuurlijk niet middenin zitten. Dat is dus de barometer, die ziet er goed uit. Nou, hoe zit het met de trend voor de dollarmunten? Oftewel de munten waarbij de dollar of de tether of welke andere stablecoin ook als basismunt neemt. We hebben al best hoge trends gezien, 30% plus. Nou, inmiddels is het 20% plus, 19,9. Dus nog steeds, als je met de dollar als munt aan het handelen zou zijn, niet waarschijnlijk omdat je eerst daarvoor je bitcoin hebt verkocht, maar gewoon omdat je sowieso dollars houdt en je besluit ermee te gaan traden, dan gaat dat best lekker over het algemeen. De bitcoin trends zijn niet zo gunstig. De bitcoin als basismunt levert op dit ogenblik meer bearish charts op dan bullish charts, met name op de charts met de wat grotere intervallen. Daar wil je rekening mee houden. Kijk, de QLC hier staat gewoon op 100% bearish op dit ogenblik. Dat is een van de weinige, kijk als je terugkijkt naar de dollar charts, er is geen chart die echt 100% bearish is. De 1 minuut is trouwens een stablecoin, die telt niet mee. Dit is de oude BUSD trouwens, eigenlijk gewoon BUSD, dit is de Pax munt. Vroeger heette dat ding Pax geloof ik, nu heet die USDP. Dit is hetzelfde bedrijf dat overigens ook Paxos Gold uitgeeft, de crypto versie van echt goud, 1 Pax G. Is net zoveel als 1 troy ounce goud, 31,2 gram goud. En als je afvraagt waarom je misschien toch liever Pax G zou willen kopen in plaats van echt goud, dan wil je misschien even terugluisteren naar de podcast van vorige week. Bij de podcastbeschrijving staat wanneer we het over goud hebben gehad, is misschien een zinvollere manier om dat te doen. Maar het ging eigenlijk hierom, als je kijkt naar de bearish charts, daadwerkelijk eentje 100% bearish in de Bitcoin marktparen, waarbij Bitcoin dus de basismunt is. Nou, dat was het wel eigenlijk. We hebben het gehad wat deze aflevering van de CryptoCoiners podcast betreft. Dat was de derde en laatste aflevering van deze week. Tenzij er morgen dus iets heel bijzonders gebeurt en ik even tijd kan vinden om een podcast te maken. Zo niet, dan ben ik er aanstaande maandag weer bij de volgende aflevering van de CryptoCoiners podcast. Alvast een prettig weekend en tot aanstaande maandag. Dag.